Hey Gersink Minigame, welkom bij een nieuwe episode van Minecraft Survival. En jullie horen misschien aan mijn stem dat ik een beetje verkouden ben. Ik hoop dat jullie het niet horen, maar ik denk het wel. Maar ja, het is niet super erg. Ik kan wel gewoon video's maken, in ieder geval vandaag nog. Dus ik wil hier bij de koeienfarm wat meer koeien hebben. Maar ik heb eigenlijk beseft dat het eigenlijk heel erg onhandig is om af en toe een koe over die brug te brengen. Zoals jullie zien heb ik daar wat vensters geplaatst omdat ze er steeds afvielen en verdronken. Het is heel erg onhandig om koeien één voor één hier naartoe te brengen, want dat gaat gewoon vaak fout. Dus daarom wil ik hier even een kleine koeienfarm maken. Ik wil hier een paar koeien naartoe brengen en die wil ik hier laten breeden en dan de baby's daar af en toe ingooien. Het klinkt heel erg vreed, maar dat is wel wat ik ga doen. Af en toe hier een baby ingooien. En dan, dan totdat we daar goed aan de koeien hebben, zodat we able steak kunnen krijgen. Dus, dat ga ik nu even doen. Wordt gewoon even simpel met fences en wordt ook gewoon tijdelijk waarschijnlijk. Dus, en dan doe ik even een fence gate dat ik het open en dicht kan doen. En dan, doe ik er af en toe een babykoe in. Klinkt echt heel erg gemeen, maar dat moet er maar even. Oké, ik ga ze niet allemaal meenemen, ook al heb ik er eigenlijk best wel redelijk aantal gebreed. En oh, dat was niet zo slim. Nu heb ik zeg maar meer om mee te nemen. Ik had ze beter pas bij de farm kunnen breeden, maar oké. Ik wil hier wel twee koeien overlaten, gewoon voor de zekerheid, voor als er daar iets fout gaat. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. En gewoon omdat ik hier alsnog een paar koeien wil hebben, gewoon omdat deze koeienfarm er altijd al is geweest, zeg maar. Ik wil hem ook wel houden eigenlijk gewoon. Dat hoort hier gewoon eigenlijk bij. Ik moet hem ook een beetje opknappen, zie ik. Dus wie willen we allemaal meenemen? In ieder geval de 4 volwassenen. En dan laten we die 3 kleintjes wel achter, denk ik. En dan kunnen die opgroeien. Dan hebben we hier nog een paar koeien over. Deze 4 koeien kunnen met elkaar breeden voor de nieuwe koeienfarm. Oh, wauw, dat was cool. Als ik springen zij ook beetje mee. Wow. Wow, dat ziet echt cool uit. Zeker ook door die jump boost. Spring ik een stuk hoger. Springen zij ook een stuk hoger mee. Soms dan, hè. en trouwens die sneeuw. Ik ga ergens in deze episode nog wat meer weghalen of camera. Want het is nu wel echt. Ben nu wel echt zat, zeg maar. Het is ook echt geen winter meer. En ook zeg maar, het ziet er nu echt niet uit, omdat je, je hebt een deel waar ik al sneeuw heb weggehaald en een deel waar het er nog is. En dat past dus echt niet bij elkaar. En het gras is ook weg, omdat er allemaal sneeuw op heeft gelegen. Het ziet er niet echt mooi uit, dus ik wil wel een groot deel vandaag nog weghalen. Oké, dat zou goed moeten zijn. Het duurde wat langer dan ik had gedacht, die koeien werken natuurlijk nooit mee. En ik heb hier, het ziet er een beetje raar uit, maar ik geloof dat dit beetje gaat helpen, want dit gaat ervoor zorgen, denk ik, dat er geen volwassen koeien door kunnen en alleen baby's, dat ik deze hier kan houden om te breeden. Want als het goed is passen de baby's hier door en de volwassenen niet, maar dat zullen we nog wel zien. Dus zo. En ik heb ze aan leads gedaan, maar daar gaan ze waarschijnlijk weer af, want leads zijn een beetje gebukt. Misschien zit in dit snapshot gefixt. Ik weet niet zeker of ik heb gezegd dat ik in snapshot 11b zat, maar daar zit ik nu dus in. Misschien zijn die bugs gefixt, dat weet ik niet precies. Ik weet dus niet zeker wat er gefixt is en wat niet. Kom op. Nee. Oké, bijna. Dit wordt misschien nog lastig. Misschien kan ik hem lokken. Ik kan ook. dat was best wel gemeen. Die leads die breken gewoon na een tijdje. Ook met die Iron Golems. Ik had elke een eigen kant gegeven. En die leads braken gewoon. Dat is heel vervelend dus. Want dan heb je er dus weinig aan. Dat lijkt te werken. De koeien probeerden hier niet door te gaan. Niet dat ze dat zouden willen. Want dan zouden ze. Ik geloof niet dat ze dat zouden doen. Omdat ze dan vallen. Dat willen ze natuurlijk liever niet. Nu we dat hebben gedaan. Wil ik even naar beneden gaan. Even kijken of de babykoe die daar stond volwassen geworden is. Er staan er nu 2. Wauw, hier heb ik echt niet over nagedacht. Die babykoe die ik nu naar beneden heb gebracht, die is natuurlijk volwassen geworden. Even kijken, zitten hier nog
Wacht, misschien kan ik ze weer... Nee, wacht, ik wil ze eigenlijk juist niet breeden. Ja, dus ze moeten wel volwassen zijn voordat ik ze naar beneden gooi. Wauw. Dat heb ik even niet goed doordacht. Dus dat dingetje met dat fence boven de fence gate gaat ook niet werken. Want er moeten gewoon volwassenen door. Maar ik wil dus even wachten totdat deze... Totdat deze twee volwassen zijn. Want ik wil ze eigenlijk niet vermoorden als ze klein zijn. Want dan krijg ik er niks van. En dan wil ik dit systeem één blokje verplaatsen. Want zoals we in de vorige episode zagen, werkte die niet. En het zou wel moeten werken als we het één blokje verplaatsen. Zodat de items eerst door een hopper gaan. Voordat ze door de hopper boven de sorting cell gaan. Dus ja, dat gaan we straks even fixen. Maar dan willen we eerst even dat deze volwassen worden. En dan voordat we weer gaan breeden, willen we waarschijnlijk ook iets aan het designen. Want bijvoorbeeld die slab wil ik misschien veranderen, deze muren. En dan kunnen die koeien natuurlijk ontsnappen. En dat is niet handig. Oké, deze chest raakt echt aardig vol. En we gebruiken die eieren eigenlijk nergens voor, omdat we toch geen pumpkin pie meer gaan maken. Maar, dus ja, dat is een beetje vervelend, maar oké. Dus ik wacht totdat deze volwassen zijn. En dan vermoorden we ze en dan gaan we dit systeem fixen en hier wat aan het design doen. Dus ja, dan ben ik zo terug. Oké, nu zijn ze eindelijk volwassen. Dus de items gaan nu in de hoppers en worden verkeerd gesorteerd. Maar ja, nu ze weg zijn, kan ik daar dus iets aan gaan doen. Oké, dus het zou nu moeten werken. En hier helemaal beneden waar je die chest hebt, ja, dat is echt heel erg diep eigenlijk. Dus ik ga waarschijnlijk een ladder maken die daar naar beneden gaat. Want er is denk ik niet echt genoeg ruimte voor een mooie trap. Oké, dus ik heb hier de steek al in zitten, een goede hoeveelheid. Dus we gaan hier wat ladder en wat steek in doen. De ladder gaat hier naartoe als het goed is. En de steek komt hier. Dus ja, dat zou goed moeten zijn. Nu klopt het wel. En ja, ben ik dus best wel blij mee. Dus nu kunnen we gewoon gaan beginnen met farmen hier. Dus dat is handig. Maar eerst gaan we nog wel wat aan het design doen. Want het ziet er natuurlijk echt niet uit. Ik ga de rest van de steek hier ook gewoon indoen. En ja, dat is dus best wel handig. Ja, ik had misschien wat minder hoppers kunnen gebruiken. Maar ja, het is wel oké, denk ik. Ik wil nu liever gewoon dat het gewoon werkt. Dat ik dat zeker weet in ieder geval. Dus oké, dat is nu goed. En ja, dus dan gaan we nu wat aan het design doen. Ik heb hier al mijn spullen al. Oh wacht, ik ga eerst even mijn inventory leegmaken. Oké, ik heb al mijn spullen. Ik heb meer hardened clay en lapis. En kan ook boommeel maken om light blue en blue stained clay te maken. Om beter bij het thema te passen, want dit thema gaan we dus aanhouden. Dus we hebben in dat thema een beetje oakwood logs aan de zijkanten. Ja, zeg maar om zeg maar de grens aan te geven. Een beetje, het geeft ook een soort van opening. Dus dat gaan we hier waarschijnlijk ook doen. Dan halen we wat glas weg, maar dat maakt denk ik niet uit, probeer ik te zeggen. Dus we doen, even kijken, cobblestone hier, want dat maakt geloof ik niet echt uit, want dat blokje zie je toch niet. En dan doe ik dit, en dan gaan we waarschijnlijk hier helemaal naar beneden, want hier beneden zie je het misschien ook nog wel. Waarschijnlijk niet echt heel duidelijk eigenlijk, omdat er spullen staan, chest, hopper, furnace. Oh, wacht, wat gaan we daarachter doen? Nou, dat zien we denk ik later wel, als we weten wat we bijvoorbeeld met deze blokjes tussen de hout gaan doen. Maar ja, kijk, daar achter die hoppers, ja, wat je daar plaatst maakt natuurlijk niet echt uit. Dus misschien kunnen we daar ook wel gewoon hout plaatsen om wat koorts en harde kleed te besparen. Weet je, zo ziet het er eigenlijk al een stuk beter uit. Gewoon met heel klein beetje een paar blokjes erbij. En als het goed is, zou alles eruit moeten worden gesorteerd. Alle stonen en zo. Oh ja, hier blijft nog eentje achter. Dat is geloof ik het enige nadeel van het systeem. Er blijft geloof ik hier altijd eentje achter. Niet dat het erg veel uitmaakt. Uiteindelijk hebben we toch een zoveel steek dat het niet echt meer uitmaakt. Als er eentje achter blijft, maakt het nu eigenlijk niet echt meer uit. Kun je hier nog vensters met torches doen? Maar dat ga ik nu nog niet doen. Want kijk, we hebben hier zo weinig ruimte. Als je dan ook nog vensters met torches hebt, dan wordt het wel erg weinig. En waarschijnlijk wil ik deze muur met al die chests een stukje naar achteren, 5 blokjes naar achter doen. Zodat je hier wat ruimte hebt om te lopen. Hier staan ook allemaal dingen in de weg en zo. Beetje onhandig. Oké, dus misschien kunnen we zeg maar iets doen met zeg maar dat we de buitenkant van
van blauw Sinterklee hebben en dan de binnenkant van normaal of juist omgekeerd. Zoals bij de Pumpkin Farm, dat het misschien een beetje afwisselt of zo. Oké, dit moet even weg. En ik heb op dit moment natuurlijk veel te weinig Sinterklee. Oh wacht, dat was niet slim. Waar is het beland? Oké, daar. Gelukkig niet ergens in de... Kijk, want als het hier belandt, in de hopper onder het sorting systeem, dan wordt het er natuurlijk niet meer uitgefilterd. Hier hebben we dus ook een beetje een probleem. Want hier hebben we die comparator. En die andere redstone, die misschien een beetje... ja, want hier kunnen we natuurlijk geen blokje plaatsen. Dus we moeten waarschijnlijk hier de achtergrond een beetje van dezelfde kleur maken. En ik weet niet zeker of ik dit mag, dat die hier dat kleurverschil eigenlijk. Dus ik ga denk ik weggaan en ik doe gewoon dezelfde kleur. En dan ga ik nog even wat meer craften. Even kijken, waarschijnlijk gewoon 16. Dat is wel goed genoeg voor nu. Ik wil niet te veel een kleur geven. Want wacht, kan je het eigenlijk weer terugkleuren? Dat is eigenlijk wel handig om te weten. Dus we maken even wat lichtblauwe dye. En even kijken, 16. Kunnen we het weer een andere kleur geven? Nee, dat kan dus niet. Dus daarom wil ik liever voorzichtig zijn met hoeveel ik van een bepaalde kleur craft. Want je kan niet meer terugcraften. En ik heb nog geen messabiome gevonden. Dus ik heb geen oneindige hoeveelheid. Oké, misschien... kijk, dit gaat in ieder geval gewoon door. Want hier is natuurlijk geen redstone in de weg. Dus dat kan gewoon. En we moeten deze blokjes waar de redstone op staat misschien eigenlijk ook even aanpassen naar stained clay. Dus dan gaat het... dus dan ga ik het systeem nu even kapot maken. Deze comparator even pakken. Zo, redstone. Daar heb ik nog wel ruimte voor. En even kijken, gaat het nu... Oh nee, nu... Oké, nu werkt het nog gewoon, dat is goed. Maar als ik die torch weghaal, dan stopt het met werken. En dat is eigenlijk niet zo handig. Weet je wat, ik ga even een... liever maken zodat die hopper gepowered blijft. Want ik wil liever zeg maar de combinatie van items hetzelfde houden. Want anders moet ik het weer opnieuw instellen. Niet dat het heel erg moeilijk is of zo, maar maakt het gewoon net iets makkelijker, denk ik. Dus zo, dit blijft goed. Oké. Zo, dit veranderen. En ja, al deze andere blokjes ook. En hier is eigenlijk ook geen redstone meer. Dus dit kunnen we ook gewoon zo dichtmaken. Oké, dit helpt misschien een beetje met hoe het eruit ziet. Dat je in ieder geval nog dezelfde... Dat de redstone op dezelfde kleur staat als de kleur eromheen, zeg maar. Zo. Dan kan dit weer weg. Toch? Ja, het is nu gewoon oké. Dus dat kunnen we dichtmaken en dan... Heb je hier nog een beetje het probleem dat je het hier nog een beetje ziet. Maar ik geloof dat we dat op kunnen lossen door hier blokjes te plaatsen. Het kost wel een beetje veel hardened clay om dit helemaal om dit perfect te maken, zeg maar. Want ik wil niet dat je die kop zo nog kan zien op sommige plekken. Oké, dan zo. En wacht, de achterwand moet ook deze kleur hebben. En hier is het nu eigenlijk heel donker. Dat is niet zo handig. Misschien kunnen we hier gewoon, omdat je... toch niet echt ziet, hoeft het niet echt heel mooi te zijn, kunnen we misschien gewoon een jack-o'-lantern gebruiken. En je ziet alleen de onderkant van de jack-o'-lantern, dan is het nog niet echt heel lelijk. Want ik wil daar misschien een beetje van afgaan, zeg maar, want glowstone is vaak gewoon een stuk mooier eigenlijk dan jack-o'-lanterns. Maar jack-o'-lanterns zijn veel makkelijker te krijgen, daarom gebruik ik die altijd. Oké, dat is goed. En dan zo nog. En even kijken, is dit eigenlijk... Ja, ik geloof dat al deze blokjes nodig zijn. En daar is mijn blauwe harde clay weer op. Maar zoals ik zei, wil ik er dus zuinig mee omgaan. Zo, nou ja, weet je wat, we gaan eigenlijk best wel veel nodig hebben. Dus ja, ik weet eigenlijk wel zeker dat we een paar stacks ervan nodig gaan hebben. Zo en zo. En dan is al die cobblestone in ieder geval weg. Dan ziet er eigenlijk een stuk beter uit. En dan hier beneden nog. Er komt ergens een ladder. Waar weet ik nog niet echt. En hoe gaan we de vloer eigenlijk doen? Want hier heb je de vloer met al die dirt en zo. En dat komt hier natuurlijk niet. Maar hier was die dirt noodzakelijk voor de pumpkins. En dat willen we eigenlijk veranderen naar gras. Hè? Ja, want dat ziet er beter uit. En hier wil ik ook allemaal gras hebben. Maar ik heb op dit moment geen silk touch tools bij me. En ik heb hier waarschijnlijk ook geen gras. En het lijkt me niet echt iets wat villagers traden. Dus moet ik dan een keer gaan halen. En een beetje... wat gras verspreiden, zodat het... ja, dan doe ik gewoon een paar blokjes verspreid over dit gebied. En dan verspreidt het gras zichzelf verder. We gaan hier
Oeps, we gaan hier een ladder doen, maar waar zal ik die doen? Ik denk dat ik het hier ga doen. Ja, ik denk niet dat het erg veel uitmaakt. En ik denk dat om het symmetrisch te maken, doe ik het ook aan deze kant. Maak ik dit gewoon even gelijk. Zo lijkt me beter. Oké, dus deze muur gaan we waarschijnlijk hierachter gewoon met hardened clay doen. Ook hier achter de hopper en zo. En achter het furnace hoeven we het niet te doen, want dat blokkeert gewoon het hele blokje. Maar bijvoorbeeld een hopper en een chest blokkeert het nog net niet. Als je hier cobblestone hebt, dan is het nog zichtbaar. En dat wil ik natuurlijk niet. Ziet er niet zo goed uit. Oké, dit lijkt me wel. Oké, en misschien kunnen we... Kijk, misschien kunnen we hier nog wat ruimte hebben voor chests. Als ik uiteindelijk echt heel veel steek ga hebben. Ik weet niet of ik dat ga hebben, maar misschien ooit. En dan is het wel handig als ik hier wat ruimte heb voor chests. En het is ook gewoon, als je maar zo weinig ruimte hebt om te lopen, is gewoon wat minder prettig, denk ik. Ook al is het in Minecraft. Hier komt gewoon de vloer van de begaande grond, zeg maar. En dan moet dit nog wat verder naar beneden, oké. Maar ik hou best wel van deze combinatie met oak wood en bepaalde kleuren hardened clay. Maar wat... Hoe gaan we dit maken? Misschien met quartz, denk ik. Dat is misschien wel mooi voor de vloer. Want ik wil natuurlijk... Het is wel een goede combinatie, maar ik wil het natuurlijk niet overal hetzelfde hebben. Oké, even kijken. Kunnen we dit... Ja, dit kunnen we vervangen. Ik dacht even dat die villager daarop stond. Dus laten we even pillars proberen. Oké, even kijken. Oké. Nou, nu ben ik mijn watersource kwijt. Wauw, dat was stom. Dit gaat hier. Zo, voor nu nog even torches. Ja, dat kan misschien wel. Hoe ziet dat eruit met ladders? Want weet je, er komen ladders op. Dus je ziet die texture misschien niet eens zo goed meer. En hier komt waarschijnlijk ook een crafting table. Is altijd handig om te hebben. Daar of misschien... waar zal ik het plaatsen? Misschien wat meer hier. Nou, weet je wat? Ik plaats het voor nu wel even in de grond en kunnen laten aanpassen. Want dan kan ik even ladders craften. Ik ga liever dark oak wood gebruiken, want daar heb ik meer van en kan ik makkelijker farmen. Kijk, zo kan het nog. Oké, ja, dat kan nog. Ik kan nog 6 ladders craften zo. En ja, dat ziet er niet slecht uit. Dat is wel oké, denk ik. En dan hier de vloer. Zal ik die gewoon van quartz maken? Of iets anders. Laten we even quartz proberen. Oké, dus gewoon... Oh ja, wacht. Ik heb een idee wat misschien wel leuk is. Even kijken of ik ergens chiseled quartz heb. Even kijken hier. Chiseled, oké. En misschien heb ik hier wat boomwiel. Ja, hier had ik ook nog wat quartz. Maar heb ik er blijkbaar al uitgehaald. Oké, chiseled en normaal. Dit ga ik even opvullen met cobblestone. Daar hebben we toch zoveel van. Dus misschien kunnen we quartz, dan chiseled en dan crafting table even weg. Dan zo, dan zo, dan zo. Misschien zo'n patroontje, misschien is dat leuk. Zo onder de chest. Oh ja, maar we kunnen natuurlijk wat quartz besparen door half steps te gebruiken. Dat ga ik ook zeker doen. Ja, dit ziet eigenlijk best wel goed uit. Dus dit ga ik doen, dit patroon. Dan wat chiseled daar, daar. En dan hebben we nog net een beetje... nog net eentje te weinig. En ik geloof dat we makkelijk kunnen craften door dit te doen. Oké. Dat was er. Ja, eentje is genoeg. Zo. En dan slabs. Zo. En dan... zo. Ziet het hetzelfde uit. Oh, dit is vreemd. Dit is heel vreemd. Dit is... Ik zag het ook al bij die snow layers. Er is een soort van lighting... in dit snapshot. Wacht even hoor. Dit is heel vreemd, maar wel heel cool. Het ziet er echt cool uit. En ik geloof dat het... Even kijken, op de plek waar het licht is, is het lichter, zeg maar. Ze moeten het eigenlijk overal even goed verlichten. En ik denk eigenlijk dat als ik bijvoorbeeld hier een torch doe... dan... Wow, weet je wat? Dit ziet er eigenlijk best wel cool uit. Je kan gewoon je eigen kleuren maken... Want ik weet niet of het aan mij ligt. Of dat ik nu iets gek zeg. Maar het lijkt een beetje blauw. Volgens mij. Nou, ik weet niet zeker. Maar wauw, dit is heel vreemd. Dit is... Wauw, kijk dit dan. Een soort van gloeiende tegel lijkt het bijna. Ik vind het wel cool, denk ik. En het is misschien... Het is ook misschien... Het is best wel speciaal, denk ik. Het gaat misschien in het volgende snapshot alweer weg. Dus misschien moeten we maar even onze kans grijpen. Even kijken... Ja,
Ja, ik mag dat best wel. Maar het lijkt een beetje. Die tegels zelf worden verlicht. Maar het is hier eigenlijk niet verlicht. En als we dit doen dan. Ja, dan is het niet echt meer zo blauwig. Maar dan moeten we dan maar mee leven. Het ziet er dan alsof wel goed uit. Maar zien jullie dat? Het lijkt bijna blauw gewoon. Maar we doen dus dit. En zo. Oké, hier. Oeps. Wauw. Hoe moeilijk kan het zijn? Zo. En. Zo, ik wil het wel graag oppakken natuurlijk. Chisel daar. Wauw, ik ben blij dat ik even die half steps probeer, zeg. Oké, zo. Ja, dat ziet er toch cool uit. En dan zullen we hier nog wel wat jack-o'-lanterns hebben. Voor nu in ieder geval. Of heb ik hier glowstone? Nee, ik geloof het niet. Of, ik heb het geloof ik wel een keer getrade. Ja, ik heb hem wel een keer glowstone getrade. Dus misschien kunnen we dat hier ergens ook gebruiken. Even kijken, ik ga nu even gewoon iets simpels proberen. Misschien zo met een trapdoor. Vind ik altijd een stuk beter uitzien. Oké, zo. Trapdoor. Krijg je er meteen twee uiteindelijk. Gaan we er toch meer nodig hebben. Zo. Is dat iets? Ja, dat is misschien wel leuk. Maar het verlicht het nog niet. Nou. Je ziet een beetje een verschil. Deze net iets donkerder zijn. Dus misschien kunnen we het aan deze kant ook doen. Zo. Dan is het echt egaal verlicht, geloof ik. En hier is het misschien nog een iets donkerder, maar dat zie je niet echt. Maar. Oh, dat was een. Nee, dat was een fout. Dat was een fout. Nee! Minecarts gaan super snel in dit snapshot. Oh. Oh nee, ik heb zelf geen minecart. Ik weet niet zeker of dit handig is. Oh nee, maar ik heb daar de track gesloopt, hè. Komt hij terug? Ja, hij komt terug. Oké, hier kan ik snel even in. Oh, dat ging me net goed. Wow, kijk hoe snel die gaat, hè. Dit is waarschijnlijk nog niet eens topsnelheid. Dat is geloof ik nog veel sneller. Kijk, moet ik even eten, maar. Wauw, gelukkig stopt hij daar gewoon. Ja, dat is echt heel leuk. Minecarts gaan nu veel sneller in Snapshot 10. Geloof ik al. We zitten nu in 11. Oké, deze crafting table ziet er daar heel raar uit. Dus die gaan we even hier neerzetten. Zo. En dan ga ik waarschijnlijk deze muren van sand clay maken. Oké, ik heb hier iets gevonden wat er misschien wel leuk uitziet. Zeg maar dat je met die quartz blocks een beetje afwisselt. Zeg maar een beetje vergelijkbaar met wat we hier hebben gedaan met het hout. Dat je ze steeds een andere kant op zet. Dat is misschien wel leuk. Maar ik weet niet of je echt het verschil ziet als je er een ladder op zet. Maar dat zullen we nu even zien. Oké, nog even wat ladders craften. Oké, zo. Ik heb geloof ik trouwens nog een heleboel oakwood liggen bij de spider spawners. Van toen ik daar aan het designen was. Ik had toen echt een overdreven hoeveelheid hout meegenomen. 8, 6 of zo. Ja, ah, dit ziet er eigenlijk minder uit. Omdat die. Hoe noem je dat bij een ladder? Nou, in ieder geval die balkjes van een ladder die bedekken die texture. En dan lijkt het net alsof het geen texture meer heeft, zo ongeveer. Dus dat. Ik weet niet zeker of jullie. Of ik dat duidelijk uitlegde. Maar ik denk dat het er. Kijk, zonder ladder ziet het er wel goed uit. Maar hier moet gewoon een ladder op. Dus ik ga gewoon dit doen. Ja, dat is dan ook wel oké. Ik vind het trouwens heel vervelend dat ladders niet sneller breken met een axe. Ze gaan. Oh, zie die sticks gaan. Gaan helemaal omhoog. Ja, dat is echt heel vreemd eigenlijk. Want het is natuurlijk gewoon van hout. Maar blijkbaar is dat een foutje dat de game dat niet realiseert dat het van hout is. Oké, en hier zien jullie dat ik het plafond lager heb gedaan. Dat mag ik niet echt, maar het gaat misschien wel nodig zijn als we hier. Aan de bovenkant ook iets willen doen met die slabs. Zeg maar dat we dit doen. Want anders zouden we niet genoeg ruimte hebben. Want het ziet er misschien wel cool uit. En waarom is het. Kijk, hier lijkt het nu donker. Of is dat gewoon door de boekjes die eromheen staan? Kijk, wat nou als we geen. Oh nee, wacht. Dat is ongeveer hetzelfde. Vreemd. Oké. Nou, het ziet er dus misschien wel cool uit. Dus misschien wil ik het hier ook gebruiken. Oké, maar hier beneden lijkt het me nu ongeveer goed. Alleen moeten we nog zien wat we hiermee doen. En dat ligt er natuurlijk ook aan wat. Hoe we de vloer hier gaan maken. Want we kunnen hier natuurlijk niet. Oh, wacht. Ik geloof dat ik dit. Dat heb ik misschien verkeerd gedacht. Want hier kunnen we natuurlijk geen slab plaatsen. Maar we kunnen natuurlijk wel dit blokje van glowstone maken of zo. Of zo ziet het misschien nog goed uit. En hier. Oh nee, wacht. Hier kan het wel. Hier kunnen we dit doen, dus daar kan het wel. Maar we kunnen het gewoon op deze laag nog niet doen. Dat is
dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar wacht, dan kunnen we, als die toch... Oh nee, wacht, dan kunnen we dat niet doen, want dan zou je dat zien. Dus dit laten we maar gewoon dicht. En dan lijkt me dit af. En dan als we willen, en als het nodig is, kunnen we hier nog meer chests plaatsen. Maar dat zien we later wel. Oké, maar wat gaan we hiermee doen? Want de koe kan nu natuurlijk nog ontsnappen. Misschien kunnen we dit doen. Nu kan hij niet meer ontsnappen, maar het ziet er misschien vreemd uit. Dat is een beetje jammer. Ik weet niet zeker of we er iets van kunnen maken. Of misschien moet het van quartz maken. Misschien ziet dat er beter uit. Maar dit gaat eigenlijk ook wel. Ja, dat is misschien wel oké. Dus dat kunnen we misschien doen. Alleen is hier nu nog minder ruimte om te lopen. Maar dat komt allemaal wel goed als we dit gaan verplaatsen. Dus dit gaat wel. Misschien kunnen we hier ook nog een ster van maken. Maar ik weet niet zeker. Misschien dat we dit doen. Nee, dat ziet eigenlijk minder goed uit. Dus we doen gewoon een blokje. Oké, ik heb echt geen ruimte. Oké, gewoon zo. En dat lijkt me wel goed. En dan moeten we misschien ook nog iets verzinnen voor de verlichting hier. Oké, dan hierboven. Hier willen we natuurlijk ook nog wat doen. En nu zitten er nog geen koeien in het systeem. Dus we kunnen nu nog een paar dingen aanpassen. We kunnen deze bak door laten gaan. En hier kunnen we misschien een trap maken van Oakwood Stairs. Zo. En dan even kijken, zoiets. En die, misschien kunnen we bij die ladder weer hetzelfde doen. Dat we pillars gaan gebruiken. Dat is misschien, wordt misschien gewoon ons systeem voor die ladders. Dat we daar steeds die pillars hebben om, zeg maar... Nou, dat we dat steeds weer ladders hebben om consistent te zijn. En hier hebben we een beetje dit vreemde plekje. En dat is een beetje jammer. Maar misschien... Even kijken, dit kunnen we natuurlijk niet aanpassen. Want dat is, hoort bij de pumpkin farm. Heb ik dat nou nog steeds niet afgemaakt? Oh nee, het leek maar even zo. Oké, dus we kunnen bijvoorbeeld dit aanpassen om het symmetrisch te maken. Ik weet niet zeker of dat gaat helpen. Oké, dit kunnen we slopen waar de koeien op staan. Sloop ik maar liever even niet. Dat helpt. Dat helpt eigenlijk wel een beetje. Alleen heb ik nu weer geen blauwe steen klei meer. Oké, dat is beter. Dan kunnen we bijvoorbeeld nog dat erbij doen. En dat helpt misschien wel een beetje. Misschien kunnen we hier glass panes van maken. Dat ziet er misschien wat beter uit. En we moeten hier natuurlijk ook echt licht hebben. Want anders kunnen we natuurlijk niet echt zien wat we doen. En het zou mooi zijn om hier een pilaar van te maken. Kijk eens zo. Dan heb je wel twee pilaren naast elkaar. Dat is een beetje jammer hoe ik dit heb gepland. Maar misschien gaat dat wel. Ja, ik laat het voor nu wel even zo. En ik weet eigenlijk niet echt wat ik vind van de bovenkant van die pillar blocks. Zien er niet echt super goed uit. Ja, dus... Misschien wil ik het bovenste blokje van een normaal quartz blokje maken. Dat het er misschien wat beter uitziet dan dat. Oké, dus close. En waarschijnlijk ook trapdoors. Die ga ik waarschijnlijk toch wel gebruiken. Oké, zo. Ja. Ik geloof dat een paar van deze textures, bijvoorbeeld van trapdoors en fences, die textures in je hotbar een beetje veranderd zijn. Maar ik weet niet zeker wat er precies is aangepast. Oké, waar gaan we verlichting doen? Er is ook eigenlijk nauwelijks ruimte voor een trapdoor. Kijk, je moet hier omhoog kunnen klimmen. Dit zou het hoogste punt zeg maar zijn. Zo kan je eens nog readen. Dus misschien hier boven je hoofd of zo. En dan kan je bijvoorbeeld dat doen. Dat verlicht het best wel goed hier misschien. Blocklight 9. Ik weet nog niet zeker of dat bij je voet is of bij je hoofd. Dat is geloof ik ook een keer aangepast. Maar het ziet er wel redelijk uit. En er kunnen natuurlijk geen mobs spannen omdat het sters zijn. Oké, dit waarschijnlijk nog aanpassen. En we willen die knop in ons bereik hebben. En hier wil ik waarschijnlijk glass panes van maken. Maar dan moet ik er natuurlijk wel voor zorgen dat ze niet kunnen ontsnappen. Oké, hopelijk werken ze mee. Oké, dat ging goed. En ik ga denk ik geen steenklas gebruiken. Ja, want dit ziet er eigenlijk ook al oké uit. En dan dit nog. Zo. Oh, hier kunnen ze niet uit, hoop ik. en weet je wat, dit kunnen we misschien eigenlijk wat mooier maken. Ik moet even eventueel ruimte hebben voor die knop. Zo. En dan, zo, ja, dat ziet er denk ik beter uit. Oh nee, je hebt die ladder hier in de weg. Dat maakt niet uit, ik kan best wel even springen. Even kijken, dit zou denk ik goed moeten zijn, dan doen we dat nog. En dan kunnen we er alsnog bij om te breeden. En dit werkt gewoon. Ja, oké, dat werkt.
Dus ja, dat is al wat beter. Hij zit een beetje met zijn hoofd hierin, maar hopelijk veroorzaakt dat geen problemen. Ze zouden hier niet uit moeten kunnen. En dan hier hebben we een beetje een moeilijk stukje. Ik moet. Of wacht, zou dit effect hebben op dat ze kunnen ontsnappen of niet? Ik weet niet zeker. Ik geloof het niet. Dus misschien maakt het niet zoveel uit. Zo. En ja, dat. Oh nee, wacht. Dat gaat er niet goed uitzien. Want dat blokje kunnen we niet weghalen. Dat moet er zijn. Zodat de baby's gescheiden worden van de ouders. Oké, zo. Dat ziet er niet super goed uit, maar dat moet dan wel. Anders heb je zo'n vreemde glaspane. En dan hier waarschijnlijk ook gewoon. Zo. Dat is een beetje krap. Dus ik ga hier nog wat hoger. En dan. Zoiets. Dat is misschien wel goed. Ja, dat is eigenlijk. We hebben er nog best wel iets redelijks moois van kunnen maken. Ook al is het. Ook al was het. Ja, ik had deze vorm een beetje gemaakt zonder erbij na te denken. Niet echt. Ik heb niet echt nagedacht over een design of zo. Maar we hebben er toch nog wel wat van kunnen maken. Oh, oké, okay, ik heb het nog even afgemaakt. Denk ik. Het is misschien een beetje veel van hetzelfde. Ik heb hier nog wat glowstone toegevoegd om het nog iets lichter te maken. Het is ook een beetje jammer van dat kleine plukje daar. Maar niet echt veel wat we daaraan kunnen doen. Maar de koeienvorm werkt in ieder geval. Het ziet er wel redelijk uit. Ik zie nog een paar blokjes. Maar zeg maar, als je zo'n blokje breekt, dan gaan de koeien er niet echt in. Maar ze bewegen er wel naartoe. En dat zorgt ervoor dat je er geen blokje meer kan plaatsen. Omdat ze volgens het spel in dat blokje staan. Dus dat is een beetje vervelend als je hier al koeien in hebt zitten. Maar weet je wat? Ik ben best wel blij dat het systeem nu gewoon werkt. En ik ben ook best wel blij met deze bug. Ik denk dat het er best wel leuk uitziet. Alleen wordt het misschien binnenkort gefixt in het volgende snapshot of zo. Maar we hebben in ieder geval wat vooruitgang gemaakt aan het design van deze plek. Maar ja, dat was alles voor nu. We gaan nu naar de tree farm, de nieuwe bomen, de nieuwe abonnees een boom geven. En ja, dan ga ik de episode afsluiten. Oh, oké, okay, ik ben ook maar eens even wat hout gaan farmen. Want ik had het hard nodig en nu heb ik weer wat meer bomen om saplings van te halen. Want zoals jullie zien is het bijna helemaal kaal geplukt. Nou, ik geloof dat ik hier eigenlijk nog wel aardig wat ruimte heb. Maar ja, ik had toch hout nodig gewoon. Want ik dacht ook hoe het vaak gebruik. En ja, jullie zien dus. Ja, ik weet, het is waarschijnlijk best wel lang geleden dat ik het heb verteld, dus ik vertel het maar weer opnieuw. Dark Oakwood bomen laten vaak niet genoeg saplings vallen. Als je hem farmt, dan laat hij niet genoeg saplings om te laat hij niet genoeg saplings achter om gerepland te kunnen worden. Laat staan dat ik nieuwe bomen kan toevoegen aan het einde voor nieuwe abonnees. Dus daarom ga ik altijd met mijn Fortune Pickaxe langs de bovenkanten. En daarom ziet dit er zo uit. En nu heb ik dus weer 24 saplings nodig voor de abonnees van deze week. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik steeds doe. En af en toe heb ik het gevoel dat ik weer wat hout nodig heb. En dan zorg ik er weer voor dat er wat nieuwe leaves zijn. En dan heb ik ook weer wat hout erbij. Dus het kost even wat extra tijd natuurlijk. Want ook al is het efficiency 4, het gaat niet sneller, die leaves. Heel stom. Maar oké, okay, dat moet er maar. Het kan geloof ik niet echt anders. Oh, oké. Okay. Vandaag hebben we weer een heleboel abonnees erbij. Als eerste hebben we E. Holkamp. E. Holkamp, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Cheyenne Seedsma. Oeps. Cheyenne Seedsma. Heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we I don't think so. Ja, dat is echt de naam. leuke naam. Maar I don't think so, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Woutie. Ja. Woutie, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Tsunamita Esther. Tsunamita Esther, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Ruud Kaffa. Ruud, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Noah. Noah Verwolf, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Sid B5, oeps, 555, Sid B555, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Remy Stevens 1, Remy Stevens 1, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Anouk
Van der Kuur. Anouk, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Jordan Seuten. Jordan, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we LPS de Best. LPS de Best, heel erg bedankt voor het abonneren. En oh wacht, hier moet ik nog een paar blokjes vervangen. Want uiteindelijk wil ik natuurlijk dat dit gras wordt. Zo. Oké, even kijken. Daarna hebben we Jesse de Nooier. Jesse, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Alec Sias. Melnik. Alexias, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Iron Crafting. Iron Crafting, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we The Gamers van NL. The Gamers van NL, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan gaan we naar de volgende rij. Oké. Dan hebben we Elroy Stam. Elroy, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Tje de Koning. Tje, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Tera Taartenfeest. Als dat je echte naam is, je echte achternaam, dan is het best grappig. Maar het is eigenlijk nu ook al best grappig. Tera Taartenfeest, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Sanne Lefferts. Sanne, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Ali Hos Jan. Ali, heel erg bedankt voor het abonneren. En dan hebben we Michael Kompier. Michael, heel erg bedankt voor het abonneren. En zo, oké. En dan hebben we Nigel Huens. Als je dat goed uitspreekt, Nigel, heel erg bedankt voor het abonneren. Oké, dat waren alle abonnees van deze week. Superveel, ik ben er echt heel blij mee. Ja, dat was ook deze episode. Meer een beetje een rustige bouw-episode. En ja, we hebben dus wat vooruitgang gemaakt bij de koeienfarm, bij de villageropslag. In de volgende episode wil ik waarschijnlijk een beetje gaan experimenteren met die nieuwe minecarts die veel sneller gaan, want dat is natuurlijk wel erg leuk. Ik vind het echt een goede update, want ze gaan echt zo snel. Dus dat is misschien wel leuk om een paar dingen mee te bouwen en mee te testen en zo. Dat ging niet helemaal goed. Maar ja, dat was echt alles voor nu. Tot de volgende episode.